Hi, overgebleven kandidaten. De nieuwe opdracht voor deze keer is een vakantieopdracht. Je mag er langer over doen en je kunt hem gewoon vanuit je campingstoeltje maken als je dat wil. Jullie hebben vast allemaal wel eens toen je klein was op je rug in het gras gelegen om naar de wolken te kijken en daar allerlei andere dingen in gezien dan de werkelijkheid. Het waren geen wolken meer. En zo simpel is de opdracht deze keer. Maak een abstract met een titel. En een abstract is de bedoeling dat niks met de werkelijkheid te maken heeft. Dus je gaat een nieuwe werkelijkheid creëren. De foto mag absoluut geen weergave zijn van de werkelijkheid. Jouw gras mag gewoon groener of paarser of wat dan ook zijn dan dat van je buren. Vanuit je campingstoeltje kun je, alleen als je heel goed kijkt, hele mooie dingen zien. Ik heb voorbeelden gemaakt. Ik heb deze fruitschaal eens goed bekeken. En daar kleine stukjes uitgenomen. En goed, je kunt de voorbeelden bekijken. Moet het abstract van deze keer moet een titel hebben. En nou kun je natuurlijk als titel zeggen afbladderende verf van de fruitschaal. Want daar is het uiteindelijk, maar dat is niet de bedoeling. Ook de titel moet weg zijn van de werkelijkheid. Ik heb er een stukje uitgenomen en het gevoel dat ik erbij kreeg bij die foto was smeltende ijsbergen. En zeker nu met die overstromingen in Limburg, Duitsland en België dacht ik, jeetje, de wereld is aan het vergaan. Dus je zou ook als titel klimaatverandering kunnen doen, maar ik heb nog een klein beetje overdreven en ik noem deze foto Acropolis. Ook het rood van waar dan water zou zijn, maar in dit geval rood zijn, vind ik bloed en rood is ook gevaar. Dus dat gevoel kreeg ik erbij. En zo kun je natuurlijk ieder dingetje fotograferen, eens goed bekijken en je fantasie de vrije loop laten. Als je graag inspiratie op wil doen, dan zou je eens kunnen kijken op Google en dan Iris De Pas. Die maakt hele mooie abstracten van natuurmateriaal en vooral roest. Roest doet het ook hartstikke goed op abstracte foto's. Ga maar eens kijken of je ergens door middel van lijnen, vormen, patronen een gevoel kunt fotograferen of iets waar je een titel kan geven. Dus opdracht vanuit je vakantieadresje eventueel. Maak een abstract met een titel. Heel veel succes allemaal.